zijn we weer. We hebben de oplader van de camera teruggevonden. Maar dat is ongeveer 3 maanden geleden. Dus onze première is ondertussen al voorbij. We hebben de opbouw van onze première wel gefilmd. Is jij uitgevallen? Ja, het was eigenlijk heel fijn. De eerste avond vond ik helemaal niet zo heel spannend. En daardoor vond ik het weer spannend. Omdat ik dacht, waar zijn de zenuwen nou? Maar de tweede avond in Aremberg ging veel beter. Maar we hebben super mooie recensie gekregen. 4 sterren. Ja, en alleen maar positief. In de standaard. We hebben al veel beoordelingen gekregen van mensen die er van alles van weten en zo. Maar dit is de eerste keer dat het dan zo out in the open is of zo. Myrthe was echt knijtenzenuwachtig de dagen toen dat we wisten dat we een recensie hadden, ja. maar nog niet hadden. Het hielp al wel dat Tom had gezegd dat de recensent wel heel enthousiast was naar de voorstelling. Ja. Dus dat we wisten, oké, het zal niet heel negatief zijn, maar we hadden niet verwacht dat het zo'n positieve recensie was. En toen hebben we daarna in Nederland gespeeld, in de Verkadefabriek, 12 december. Hoi, Verkadefabriek, een bos, houdoe! Daar was ik heel zenuwachtig voor. En ik denk ook omdat ik toen wel wist van, oké, nu zit er sowieso wel pers. En onze directrice en vrienden en familie, mijn ouders waren er nu ook. Maar die zenuwen hebben er wel voor gezorgd, blijkbaar, dat het heel goed ging. Want dat was echt de beste keer. Het zijn tenminste de ouders van Lander, die zijn alle 3 de premières komen kijken. En die vonden Den Bosch ook de beste. En daar zat gelukkig een recensent van de Theaterkrant. En die heeft ook, ja, prachtige recensie die heeft geschreven. Die heeft alles zo goed begrepen alsof ze ons script erbij had of zo. Ja. Alsof ze mee had gedaan met de repetities. Alleen maar positiviteit en alleen maar complimenten. Dat was zo onwerkelijk. Ja, en daar werken ze niet met sterren. Maar af en toe kan een criticus wel een soort extra ding uitdelen, zeg maar. En we waren dus ook keuze van de criticus. Heel onwerkelijk allemaal, vind ik alles. Wat we nu zijn aan het meemaken. Ja, en het is, nu hebben we gisteren en eergisteren gespeeld in Nederland. Ja. In Helmond, in de Theaterkerk, het Speelhuis. Supermooi. Supermooi, ja. Hele vriendelijke mensen ook. En gisteren in Oostburg, in het Lidl Theater. Ook supervriendelijke mensen. Ja, heel schattig. De dochter van de directeur is opgegroeid in dat theater. En zijn meisje van 11. Superwijs. Is superwijs voor haar leeftijd. En ja, ze had heel, ook een boekje en daar mochten wij dan inschrijven. Ja. 20 minuten voor aanvang. Heb je je kleren al aan? Hier gebeurt het vanavond. Jerry! Goedenavond. Oostburg, mensen. Er komt de beste actrice van Nederland. Spelen in Oostburg. Ja. Valasse, staat er weer al op. Ja, lieve kinderen. We zijn vanavond in het bos. Vanavond? Dat kan echt, omdat ik met de voorstelling moet zeggen, goeie avond. Maar het is ook heel onwerkelijk van wat er afgelopen maand is gebeurd. Die Belgische recensie in de Standaard. En echt 3 dagen later zat alles vol. Ja. Gewoon de hele tour tot het einde van het seizoen in België. En in Nederland begint nu ook echt goed te lopen. Want we waren bang er was bijvoorbeeld 1 zaal, daar zat maar 40 man. Op de kaartverkoop stond echt een paar maanden op 40 man. Ja. En er zat uiteindelijk 170 man. Dus ja, fantastisch. Gewoon, van waar komen al die mensen vandaan? En tegelijkertijd blijft dan die onzekerheid wel. Dus nu komt er een volgende voorstelling aan. En of als het in de rest van de tour in Nederland dan niet goed loopt, dat we de directeurs niet overtuigd krijgen. Ja, want er zijn ook veel theaters die nu die komen kijken. Ja, prospectief. Voor volgend seizoen. Is dat dan nog reprise? Ja, dat is volgend seizoen is de reprise. Dus dat ze deze voorstelling dan in hun theater... Ja. Het is eigenlijk in ons repriseseizoen dat we gaan zien of dat het gelukt is om binnen te raken in het wereldje of zo. Nu zijn we even in het bos. Even in een notendop vertellen wat we allemaal niet hebben gefilmd. Whoops.
En straks staan we in de Herbakker in Eeklo. Dat is wel super tof. Dat is het allereerste theater dat mij ooit heeft geboekt. Mei 2018 stond ik daar. Want ik had een voorstelling gemaakt tijdens mijn opleiding. Een soort embryonale versie van Maanlander, van mijn eerste solo. En zij hebben die geboekt en ik heb die daar Saint sur Seine gespeeld. En dan nu... En eigenlijk dankzij die programmator of die Dirk? Ja, zij heeft meteen een berichtje gestuurd naar Raf Walschaerts van oh Raf, je moet echt met deze mensen werken. En op basis daarvan had Raf ons al eens iets van ons gehoord. Vanavond zit er al zeker 250 man, dus dat is wel maf. Misschien ook wel goed om te weten dat dus de moment dat we dit zijn aan het opnemen, dus we zijn januari, dus als jullie al van alles hebben gezien van ons, dat is dus pas nu allemaal aan het gemonteerd worden. Bon, dus we zijn hier in deze bos. Mooi, hè? Mooi bos. Mooi. We zijn mooi, alle herten aan het wegjagen met onze stemmen. Kijk, allemaal bomen. Oké, het is goed zo. Allemaal. We'll be right back.